spannende, het was een heel spannend jaar, eerlijk gezegd. We zijn zo lang bezig geweest met de voorbereidingen. En deze avond is gewoon voorbij, werkelijk waar, gevlogen. Vanmorgen stond ik op en nu sta ik weer hier. Het is weer zo snel gegaan. En elk appje wat wij binnenkregen met de naam wie dan ook, dachten we, oh, ik open hem niet. Wie weet, en dan was er niks aan de hand. Maar dan dachten we, oh nee. Geweldige line-up. Ja, tuurlijk, zijn er een paar gesneuveld. Van de lijst, maar dat ja. Wij denken wel zeker dat er nog een vervolg gaat komen, ja. Ja, ja, als het zo is zoals nu, zo'n feestje, dan ja. Kan eigenlijk niet. Dan zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voor mij zou gaan. You have your business and as if you're free. Zal ik het zeggen? Toch wel dat Rise Like a Phoenix nummer. Dat zat ik toch wel stiekem tegen aan te hikken. Goeie appelsoen. Voor mij. En het is ook wel, het was echt alleen maar voor Jasper en Nicky dat ik dit eruit heb gehaald. Want eigenlijk, ik denk dat ik hem, 14 jaar niet meer aan heb gehad of zo. Nee, dat kan niet, natuurlijk was het niet geleden. Jawel, 14 jaar. Ja. Ja, het is een feestnummer en dat werkt altijd, of ik nou met of zonder jurk ga eigenlijk hoor. Maar het was wel gewoon een extra leuk, herkenbaar dingetje. Dat iedereen dacht, oh, daar heb je weer. Ja, het was heel raar. Zelfs tijdens het Songfestival daar hebben ze het er nog over gehad. Dat het de meest extravagante jurk was. En de act was ook wel helemaal daaromheen gebouwd. En nu doen ze dat natuurlijk al veel meer. Mensen stijgen op en zo. En weet ik wat, vatten vlam en weet ik veel nog meer. Dus het is wel... Ja, je moet iets doen om niet vergeten te worden eigenlijk in al die nummers. Bij jou van Tony.
mensen van 2 jaar terug, die waren er weer. Dus als het publiek van dit jaar erover 2 jaar weer is, ja, misschien wordt het dan wel 2 keer. Wie weet. And that's the way we do Proud Mary. Left a good job in the city, working for a man every night and day, but I never lost 1 minute sleep at, worried by the way that they might have been. Helemaal blij van. En we hebben het vaker gedaan, ook met een orkestband, maar nu voor het eerst met een live orkest. Dus dat was wel even knallen. Alleen maar liedjes van Tina Turner en de première is op mijn 40ste verjaardag in het oude Luxor. Dan nieuw, want het wordt helemaal verbouwd. En het gaat er eigenlijk over dat het leven begint bij 40. Dat was, bij Tina Turner was het ook zo. Die ging eigenlijk na de 42ste echt helemaal voor zichzelf staan. En als je 40 bent, dan maakt het allemaal niet meer zoveel uit wat de buitenwereld van je denkt. Dus het is een ode aan Tina Turner, maar ook aan de vrouw, aan de ouder wordende vrouw, maar ook aan de jongere vrouwen, dat ze kunnen zien van hey, het is niet erg om oud te worden. De toppers zijn ook ergens begonnen. Ja. Ja, wie weet. Wie weet wat er allemaal nog gaat. Ja, ik heb een jasje aan. Wie weet wat er allemaal nog... Wie weet. We vinden het superleuk om te doen. En natuurlijk in ons achterhoofd het goede doel steunen. Maar dat doen we. We weten dat we dat doen. En een hele mooie avond maken, dat hoort daarbij. En dat zijn we aan het doen. En dat met succes. Volgende keer.